met Bert van der Veer, is regisseur en tv-deskundige. En Tom Verlind is mediaadviseur en oud-directeur van de KRO. Hartelijk welkom allebei. Het jaar is bijna ten einde. Veel lijstjes komen voorbij. En we hebben jullie ook gevraagd om toch even na te denken over het hoogte- en het dieptepunt van 2013. Tom. Ja, het klein hoogtepuntje was de dove tolk naast de Zuid-Afrikaanse president bij de begrafenis van Mandela. Daar heb ik ontzettend van genoten, moet ik zeggen. Dat moet je voorstellen, zoveel staatshoofden bij elkaar. Altijd de mond vol over beveiliging en staat er een man die totaal niet gescreend is. Maar later dacht ik in de sector wat serieuzer nieuws. Kijk ik nog wel met bewondering naar de wederopstanding van de katholieke kerk. Die was eigenlijk het afgelopen jaar afgeschreven. En paus Franciscus heeft vanuit een fantastisch marketingconcept, hij zal er zelf zo niet tegen aankijken, zo zal het ook niet bedoeld zijn, maar die katholieke kerk ineens in een paar maanden tijd weer op de kaart gezet. En wederopstanding, Ton? Ja. Nou ja, gaan meer mensen naar de kerk? De katholieke kerk was totaal afgeschreven. Hè. Je kon het woordje katholiek eigenlijk niet meer uitspreken. Nou, alle schandalen ook, bedoel je? Ja, door de schandalen. Vooral de manier waarop met de schandalen werd omgesprongen. En dat is in een paar maanden tijd is dat qua beeldvorming totaal veranderd. Paus, ik heb daar geen waardeoordeel over. Maar het is wel knap dat je dat voor elkaar krijgt. De paus man of the year bij Time. Dus je is echt eigenlijk hulde voor de spindokters die erachter zitten en die dat gewoon goed over het voetlicht krijgen. Ja, en ook nog vanuit een ander perspectief gezien. Ik zeg dit meteen spindokters. Misschien is het die paus zelf. Nou, hier is de paus, nou, hier zijn geen spindokters aan te pas gekomen. Het interessante en het geloofwaardige is dat deze man zijn leven lang al zo indeelt. En om het nou heel kort in een breder perspectief te zetten, Obama, Mandela en deze paus, er is kennelijk nog een markt voor idealen. Die mensen hebben toch nog overtuigingskracht in een wereld waarin idealen steeds meer weg lijken te sijpelen. Bert, hoogtepunt? Hoogtepunt, ja, ik heb dan toch het een beetje geïnterpreteerd als de prestatie van het jaar. En dat is RTL Late Night. Ja. Ik vind het echt knap hoe RTL, ik bedoel, ze hebben er jaren tegenaan zitten hikken sinds het vertrek van Baart en van Dorp. Ik geloof al 7 jaar het niet echt aangedurfd. En dan in een korte tijd toch? En dan op een gegeven moment beginnen ze. En natuurlijk was er in het begin zoeken naar wat zijn onze gasten, wat is onze sfeer, et cetera. Maar dat is ze in verbijsterend korte tijd gelukt om gewoon een formule te vinden voor dat programma en daar ook nog redelijk wat kijkers mee te trekken. Hulde aan Humberto. Ja. Nog even een heel kort een dieptepuntje afgelopen jaar op mediagebied misschien? Nee, het dieptepunt was absoluut het verslag van de activiteiten in Scheveningen, waar Huub Stapel uit het water getild moest worden door een paar sterke mannen. 650 figuranten zich volslagen belachelijk maakten in slecht weer en Maxima een korreltje zand in haar oog had, waardoor we konden denken dat ze ontroerd was. En Ton, jij dieptepuntje? Ja, niet één onderwerp, maar het totaal van politieke berichtgeving in Nederland het afgelopen jaar. Waaruit blijkt dat we een land zijn wat eigenlijk helemaal naar niks op weg is. Geen idealen. Er werd van Rutte gezegd, jammer dat hij als enige staatshoofd niet door de NSA is afgeluisterd. Want als hij wel was afgeluisterd, hadden we misschien geweten op welk visioen we naar op weg zijn. Ja precies. Zometeen andere zaken in de media. Eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. Op de A4 zijn problemen omdat de verontreinigde rivierslip op de weg ligt. Het opruimen van de smurrie kan nog uren gaan duren. Een stuk snelweg tussen de N11 en Leidschendam gaat een tijd helemaal dicht, zegt Rijkswaterstaat. Door de afsluiting staat er een lange file in zuidelijke richting tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoudendorp. Ook het tweede bandlid van Pussy Riot is vrijgelaten uit een Russisch strafkamp. Na Maria Aljochina heeft nu ook Nadja Tolokonnikova gratie gekregen op grond van de nieuwe amnestiewet. Twee waren veroordeeld tot 2 jaar cel voor het zingen van een anti-Poetin-lied tijdens een kerkdienst vorig jaar in Moskou gebeurde dat. Op delen van de A16 en de A73 gaat de maximumsnelheid morgen omhoog. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen waardoor automobilisten ook daar 130 km per uur mogen gaan rijden. Het gaat om 2 delen van de A16 tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Zonzeel en tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. En arme Griekse gezinnen krijgen deze winter gratis stroom als de luchtvervuiling te groot is. Met die stroom kunnen ze elektrische kacheltjes gebruiken. Door de economische crisis, ontslagrondes en armoede zijn veel huishoudens in Griekenland overgestapt op het stoken met goedkoop hout. Maar dat levert veel extra luchtvervuiling op. Dat zijn de hoofdpunten.
ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Ja, u hoorde het zojuist al in het nieuws. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, die is dicht bij Zoeterwoude. En dat is vanwege dat opruimen van dat rivierslip. Tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Dorp staat nu 9 kilometer. Het staat daar stil. Verkeer op die A4 vanuit Amsterdam kan bij knooppunt Burgerveen kiezen voor de A44 richting Den Haag. Dan komt u in 4 kilometer terecht bij Wassenaar. Maar in ieder geval een stuk minder vertraging dan de A4. En moet u nog vanuit Amsterdam vertrekken en wilt u naar Den Haag, kies dan voor de route via Utrecht. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Maasbracht en Echt 3 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Rechterreis ook is afgesloten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 8 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Ze zijn hem nu aan het bergen en daarom is daar ook de rechterreis ook dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met Bert van der Veer en Ton Verlint. Zojuist bekendgemaakt hier in ons mediajournaal. Rob Wijnberg is verkozen tot journalist van 2013. We hebben ook de motivatie gehoord van de juryvoorzitter Dolf Rogmans, tevens de hoofdredacteur van Villa Media. Bert, verdient Wijnberg volgens jou die titel? Het is een hele knappe prestatie die hij geleverd heeft. Ook op deze plek in dit mediaforum wordt regelmatig gesproken over hoe kun je met internet geld verdienen, hoe kun je daar fatsoenlijke journalistiek bedrijven, et cetera. En dat is erop gewoon gelukt met een little bit of help from his friends, geloof ik. Want ik kan me toch enige momenten in de wereld daardoor herinneren waarin wij dringend werden opgeroepen om daar vooral aan mee te doen. Dus die mazzel heeft hij dan. Maar nee, ik vind het een knappe prestatie, ook al ben ik zelf geen abonnee. Nee, Ton, jij wel eigenlijk? Ik ben abonnee geworden. Ik had het initiatief al gevolgd op afstand, onder andere via de televisie. Nu moest ik er in dit programma een mening over geven. Ik dacht, dus vanochtend ben je lid geworden. Het is een goed moment om even lid te worden. En het is een bijzonder initiatief. Je moet er wel ontzettend aan wennen. Het is een totaal andere manier van kennis nemen van het nieuws dan de krant lezen. Het is ook niet gefocust op de incidenten van alle dag. Het zijn achtergrondverhalen. Je moet ervoor gaan zitten. Er wordt ook geschreven vanuit een bepaalde kijk op de samenleving. We hadden het net over het wegvlieden van de idealen uit de samenleving. We doen maar wat. Maar Rob Wijnberg schrijft toch en heeft zijn mensen geselecteerd vanuit een bepaalde kritische houding. En daarmee vult hij wel een gat in de markt, vind ik. Overigens, het eerste jaar zoveel abonnees trekken, dat is geen kunst. Nou, de vraag is of ze volgend jaar blijven. Dat zegt hij zelf ook, hè? Terecht. En ja, ik lees het zo en ik krijg onmiddellijk behoefte aan een papieren uitvoering van dit initiatief, maar dat zal wel aan mij liggen. Dat is niet de bedoeling, Ton, inderdaad. Dat is de oude Ton die in jou opstaat. Jij bent geen lid geworden, maar misschien wel eens wat gelezen. Want dat is wel de kritiek. Nou ja, dat is een lange, saaie verhaal. Dat heb ik dus ook. Ik bedoel, voor mij is 2013 ook een beetje in het jaar geweest. Zo reflecterend hier in dit programma. Waarin ik dacht bij mezelf, van er moet toch werkelijk ook eens een grens worden gesteld. Mijn informatiehonger. Ik lees 4 kranten per dag. De Radio 1 staat mij de hele dag aan. Ik werk veel thuis. Op een gegeven moment moet je ook realiseren dat er nog hele mooie boeken zijn om te lezen. Prachtige dvd-series om te bekijken. En dat het ook op een gegeven moment wel eens een beetje ophoudt. En dan zeker als het om lange verhalen gaat. Ja, dus aan de ene kant de roep om juist dus wat meer verdieping en langere verhalen, tijd nemen voor iets. Aan de andere kant dus inderdaad dit gedrag van toch ook gewoon af en toe wat snel willen klikken en er is nog zoveel anders moois in de wereld. Ja, maar we hebben het over twee informatiestromen. De gekte van alle dag die niet bij te houden is. En daar heb je handen aan vol als je je daarop focust. Je zou ook kunnen zeggen, laten we eens wat van die waan van de dag passeren. En ik ga me verdiepen, serieus verdiepen in serieuzere thema's. En dan kom je bij een initiatief terecht als de correspondent. Dus ik denk dat als je het ongelooflijk druk hebt met je carrière en met zakelijke activiteiten, dat je dan de rust ontbeert om rustig naar de verhalen van Rob Wijnberg en de zijnen te kijken. Ja, of je gewoon toch je keuzes moet maken. Nou ja, het kan een keuze zijn. Je zou ervoor kunnen kiezen om de waan van de dag eens te laten liggen en je wat meer te verdiepen in een paar wezenlijke ontwikkelingen in de samenleving. Sterkte dan, Ton, in 2014. Maar nou, de waan van de dag te ontsnappen. Jij laat Onno Hoes links liggen, begrijp ik. Ik vrees dat ik Onno Hoes al links liet liggen. Maar wat mijn keuze is, hoeft de keuze van een ander niet te zijn. Ja, maar jij schetst net een keuzeprobleem. Zeg, ik kan het allemaal niet bijhouden. Nou, dan zou je ervoor
kunnen kiezen. Ja, maar zonder het om nu meer de diepte in te gaan en minder aan de oppervlakte. Maar zonder het nou weer uitgebreid over Onno Hoes te willen hebben. Ook in dat soort momenten, in dat soort hypes, zitten dingen verborgen. Ik weet niet of je de column van Bas Heijn in NRC hebt gelezen over de Onno Hoes-Albert Verlinde affaire. Waarin gesteld werd dat het toch wel iets meer is dan moralisme. Het is ook. Maar ik bagatelliseer het nieuws rond Onno Hoes niet. Alleen de discussies in het nieuws gaan dan niet over dat onderwerp waar het bij Onno Hoes over zou moeten gaan. Of je als publiek persoon je dit gedrag kunt permitteren. En als je ervan uitgaat dat de voorbeeldfunctie voor publieke mensen van belang is. Dat is heel interessant. Maar dat is niet de discussie die gevoerd is in de. We roepen Rob Wijnberg op om daar een mooi verhaal over te schrijven op de correspondent. Ja, ik denk dat hij betere dingen te doen heeft trouwens. Joël van Oud, hoorden we ook nog even. Fotojournalist. Heeft samen met een Amerikaanse collega wekenlang op een bootje in de zee tussen Java en Australië rondgedobberd. Op die manier wilde hij in beeld brengen hoe asielzoekers zo'n reis meemaken. Participerende journalistiek, Tom. Ja, ik ben ontzettend voor participerende journalistiek. Er zijn twee manieren om journalistiek te bedrijven. Je doet verslag van de feiten en je blijft er buiten staan en je gaat er middenin staan. En dat laatste is een aantrekkelijke vorm van journalistiek. Alleen in dit geval vraag ik me af welk doel wordt er gediend. Want ik denk dat de inzet van participerende journalistiek moet zijn dat je de bedoeling hebt om verandering teweeg te brengen. Om te sturen in een bepaalde gewenste richting. En ja, hoe zich dat verhoudt met dit spectaculaire verhaal, dat zie ik niet 1, 2, 3. Dus dit lijkt dan participerende journalistiek omwille van maar is dat vaak juist niet een kenmerk van participerende journalistiek? Ja, je krijgt ellende voorgeschoteld, er is iets aan de hand, het is vreselijk, et cetera. En we gaan door met het volgende onderwerp, toch? Of iemand anders moet dit nu kennelijk oppakken en daar iets aan doen. Nee, maar dat is niet mijn definitie van participerende journalistiek. Hij heeft volgens mij vooral zin als het aanbrengen van wijziging in de situatie binnen je bereik ligt. Anders is het gewoon het maken van een lekker spectaculair verhaal. En nou ja, dat mag ook, maar dat is niet mijn keuze. Daarover nog even, want er zit een klein dingetje in. Want ik heb hem dat ook gevraagd. Hè. Zij wisten op een zeker moment dat het een kansloze missie zou worden. Mm-hmm. Ze hebben dat ook wel besproken, vertelde hij met die mensen. Mm-hmm. Maar toch, ook niet heel duidelijk gezegd misschien. Die indruk kreeg ik wel. Moet je dat als journalist dan toch zeggen? Daarom zit ik nou te denken over wat Ton zegt. Dat dit een. Ik bedoel, ik zeg het nu iets heftiger dan jij het zegt, Ton, want jij formuleert altijd genuanceerd. Maar dat je hier toch te maken hebt met participerende journalistiek die geen zoden aan de dijk zet. Ja, het is een verhaal dat afkomstig is uit de New York Times. Nou, dat is toch een tamelijk breed gelezen verhaal. Waar misschien Australiërs of wie dan ook die bij dit verhaal betrokken zijn, toch wel even achter de oren krabben en zeggen van: wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ik bedoel, ik vind het weer too much hoor, 6 pagina's eerlijk gezegd. Ik trek dat ook weer niet helemaal. Maar wat de zin en de onzin is van participerende journalistiek. Ton, nog even een gewetensvraag toch over dat laatste punt. Moet je dat als journalist duidelijk maken? Die mensen van jongens, we gaan terug, want dit heeft geen zin? Oei, ik zou mezelf wel bezwaard vinden als ik aan boord zat van zo'n schip en ik had deze kennis en ik zou dat met de mensen niet bespreken. Van de andere kant, om onder zulke existentiële omstandigheden mensen op dat moment alle hoop te ontnemen, dat gaat ook wel ver. Misschien moet je je niet in zo'n situatie manoeuvreren. Ja. Dan het laatste onderwerp, dat is de inhuldiging achter de schermen. Er was van het weekend zaterdagavond een documentaire eigenlijk achter de schermen van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Door de NOS gemaakt. Bert, zelf regisseur. Kijk jij daar dan toch ook nog wel met enige. Ja, godzijdank niet zoveel camera's, zeg. Jongen, je moet er nou werkelijk niet aan denken. Nee, het is natuurlijk een beetje begonnen met destijds De Traan van Maxima. Rudolf Spoor heeft dat geregisseerd en toen is zijn directieven zijn opgenomen. Nou, dat was buitengewoon prettig om aan te horen. Dus ik begrijp ook wel dat de NOS heeft gedacht: dit is een gigantische operatie. We zijn er trots op dat we dit maken. We vinden ook dat we dit goed doen. Ja, en dan krijg je zo'n kijkje achter de schermen waar ik als regisseur soms wel een beetje om moet lachen, hoor. Eerlijk gezegd. Je hebt verschillende soorten regisseurs, zoals je verschillende soorten dirigenten hebt. Laat ik het zo zeggen. Er zijn van die dirigenten die. Jij hanteert het stokje iets die anders. Die zwaaien het okselhaar uit hun mouwen. En ik behoor iets meer tot degene die na afloop nog niet zweet. Ton, ik zat ernaar te kijken en ik dacht: het is ook gelijk een soort verantwoording van de NOS. Na alle kritiek die er dan wel is op de publieke omroep, van nou laat toch maar eens even zien wat we dan allemaal van dat geld doen. Nou, dan kwam ik tot de conclusie dat het wel ongelooflijk veel geld gekost heeft. Dat is misschien wel iets minder. Dat is wel een prachtige uitzending. Nee, ja, dat vind ik ook. Ik heb met buitengewoon veel plezier gekeken. Daar doe ik niets aan af. Maar om het nou een verantwoording te noemen, nee, dat vind ik de verkeerde term. Het was meer een bedrijfsfilm en een interessante bedrijfsfilm. De eerste zin was ook van
presentatrice, u ziet hoe we het voor elkaar hebben gekregen. Ik dacht, het had misschien ietsje meer overtuigingskracht gehad als het door een externe documentairemaker was. Maar dat vond ik er een beetje aan ontbreken. Het was wel zelf wel een beetje op de schouders kloppen. Ja, dat vind ik wel. Maar los daarvan, het is wel een mooie manier om achter de schermen te kijken. Ja. 437.000 mensen hebben dat. Dat is minder dan de week daarvoor Blauw Bloed, overigens. Dus dat trekt dan 200.000 kijkers minder. Dus. Maar goed, 500.000 kijkers wil ik voor tekenen, hoor. Wel ja. Maar nog even, kun jij dat even voor onze webcam dan doen, hoe jij dat doet, dat regisseren? Want je zag hen zo echt. Ja, nee, ik, 32, attentie. Ik regisseer natuurlijk talkshows, dus dan gaat het erom om ontzettend goed te luisteren naar wat er gezegd wordt. Dus dan is het op dat moment niet meer dan van attentie, camera 4. En ik zwaai met mijn rechterhand. En dan moet degene die naast me zit, de schakeltechnicus, op dat moment maar op het knopje 4 drukken. Dit zijn meer pauselijke bewegingen. Het zijn eigenlijk toch weer bij het begin, toch? Charismatische momenten. Hij weet die KRO er toch weer in te fietsen. En dat is helemaal niet verkeerd, want vanaf januari zitten we hier gewoon samen, de KRO en de NCV. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Ton van Lint en Bert van der Veer. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, we naderen het eind van het jaar, dat zal u niet ontgaan zijn. En dat betekent dat we ook op zoek gaan naar de nieuwskenner van het jaar 2013. We hebben 4 kandidaten met de hoogste score.